Voorzitter van het parlement Marinus B. gaf afgelopen vrijdag bij de opening van de exporteursbeurs aan dat naast ambtelijke barrières ook wetgevingsbarrières een rol spelen in Suriname. We voeren u terug naar het moment. President Lamme, alvast u feliciteren met uw jaarrede vanmorgen. Omdat twee markante zaken zijn gepresenteerd. En het is mij opgevallen dat u praat over up en downs, maar tegelijkertijd koppelt u dat aan een stukje verantwoordelijkheid. Als het goed gaat, neemt u de verantwoordelijkheid, maar als het minder goed gaat, neemt u ook de verantwoordelijkheid. En dat stukje verbindendheid tijdens uw speech heeft ons allemaal geraakt. En we zijn al 3 dagen op pad. Eergisteren waren we in Mongotapu, gisteren in Para en vanmorgen in de Nationale Assemblée en nu zijn we hier. En dat stukje van inclusiviteit is heel belangrijk. Dit land gaan we met alle 600.000 Surinamers en zij die daar buiten zijn, opbouwen. En ik heb geluisterd naar de vertegenwoordiger van VSB. We zijn ready als het gaat om wetgeving. Ja, ik heb een vaste commissie die beschikbaar is. Maar we hebben ook de deskundigen met wie we samen kunnen zitten en kijken naar dat stukje van wetgeving. Omdat dat onderdeel ook heel belangrijk is. Zaken moeten gesynchroniseerd worden met onze buurlanden. Als u praat over Europa, Frans-Guyana. Want soms, behalve dat we ambtelijke barrières krijgen, zitten ook die barrières in die wetgeving. En wij van de Nationale Assemblée, daarom minister, wat dit betreft, deze beurs ontarmen. Het is heel belangrijk. Het is een geweldig project. Verleden jaar was ik er, van het jaar ben ik er weer. En in ons voorgesprek hebt u aangegeven, u kon niet iedereen faciliteren. En dat is goed. Het betekent we groeien. Want export moeten we doen. We hebben die dollars nodig. Brood nodig ook. Dus we zijn bijzonder blij met dit moment. Laten we samenwerken om dit land op te bouwen. Laten we kijken naar de mogelijkheden. Als we kijken naar dat gedeelte en terecht stelt u dat als je kijkt naar wat deze regering heeft gedaan, ik ben natuurlijk niet iemand die vaak complimenten uitspreekt, want is onze job, is onze rol, maar kijken naar die verschillende fondsen, betekent het dat de regering ondernemers wil faciliteren, omdat we onze rol begrijpen. En we kijken uit naar die samenwerking. Natuurlijk kijken we naar de ondernemers. Het moment dat u die stap genomen heeft, betekent het dat u hard gaat werken. Het is niet makkelijk. U gaat heel veel uitdagingen krijgen, intern, extern, om te kunnen overleven. We weten allemaal wat COVID met ons heeft gedaan. Vele bedrijven zijn over de kop gegaan. Maar anderen hebben het kunnen overleven, omdat u innovatief moet bezig zijn. U bent op een concurrerende veld waar u zich moet bewegen om te overleven. Dus we feliciteren u. We feliciteren de bedrijven met hun durf, hun moed om te werken aan een stukje groei. Maar ook dat stukje werkgelegenheid. En niet u vindt, ja, middel KMO zijn de backbone van de economie. Ja? En daarvoor moeten we gaan. U weet, als we praten over onze ambtenarenapparaat, daar is er geen discussiepunt. Ja? Is te groot, is te lot. Mensen moeten terug. Ja? En daarom ben ik blij met die hervorming binnen de overheid, zodat we de mensen kunnen faciliteren in de particuliere sector. We kijken uit vanuit onze rol om samen te werken. We zijn beschikbaar, eenmaal 24 uur, omdat wij weten
dat we samen dit land moeten kunnen redden. En die uitdagingen komen. Ja, die oil and gas, iedereen praat erover. We moeten ons ready maken. En ready, die gelegenheid bieden aan onze lokale bedrijven om ook mee te kunnen gaan, mee te kunnen dingen aan die grote uitdagingen die komen, die dollars die komen. Want als we het niet doen, gaan er anderen komen en zij gaan met die dollars vandoor. En dat willen we niet, want we zijn hier gezegend in dit land en wij moeten gebruik maken maximaal van de mogelijkheden die de schepper voor ons hier in Suriname heeft gezet.